En welkom in een nieuwe video. Uh, zoals beloofd, probeer ik op een regelmatige basis uh, video's op te nemen. En vandaag wil ik het eventjes hebben met jullie over uh, onze ascensie als fysieke mens. Uh, ik heb vaak al gehoord dat mensen uh, enerzijds verward zijn rond dimensies en densiteiten. Uh, en Dat uh, is ook een van de dingen dat ik onder andere uitleg in mijn boek 96 Vlammen. Dus ik zou zeggen, als je het nog niet gelezen hebt, check het out. Um, maar het probleem is dat heel veel mensen. Um, het, het idee van 3D en 5D en 7D en nog hoger eigenlijk niet snappen. Die D gaat eigenlijk in eerste instantie niet over dimensie, maar over een densiteit. En densiteit is eigenlijk een verschil in frequentie. Uh, en dan wanneer je zou zeggen, ik spreek over een dimensie, dan is het eigenlijk een volledig andere wereldbeeld. Het voorbeeld dat ik er vaak voor gebruik is dat... Wanneer je in de verschillende densiteiten zou zijn, dan zit je in één appartementsgebouw en ga je bijvoorbeeld van de eerste verdieping naar de vijfde, naar de zevende of de elfde of welke verdieping dan ook. Verandering van dimensie, dan ga je veranderen van appartementsgebouw. En ook daar heb je verschillende densiteiten, dus verschillende frequentieniveaus. Nu, het probleem is dat heel veel mensen denken dat ze als fysieke incarnatie hier op dit moment altijd maar verder kunnen gaan in die energieën. Maar het probleem is dat ons fysiek lichaam daar niet voor gemaakt is. Ons uh, fysiek lichaam. En ik neem mijn notities erbij, want dat is een boodschap van meester Kotumi, die ik een tijdje geleden doorgekregen heb. Uh, eigenlijk zou ik beter gewoon de boodschap uh, erbij nemen. Uh, wacht, hè? pagina 67 heb ik dat geschreven. Dat is mijn notitieboek: MMM um, um, mm, 67 is dat hier? Ja. Um, dus um, eind november had, uh, had ik een conversatie met meester Kutumi. En een van de dingen die hij zei was van, um, dat we als mensheid, en onder andere ik ook, maar dus de energieën van de vijfde dus tot en met de zevende densiteit eigenlijk moesten vasthouden. Um, en dat betekent dat we eigenlijk zodanig zuiver moeten zijn dat we alle aardse angsten en alle ellende eigenlijk gaan uitzuiveren, gaan loslaten, gaan transformeren. Zodanig dat we die hogere energieën kunnen gaan kanaliseren, dat we die de hogere energieën doorheen ons lichaam kunnen gaan laten stroomen. Want daarvoor is het belangrijk dat we alle controle loslaten. En zolang dat er nog een bepaalde mate van controle los is, kan je niet hoger in energieën gaan. Ik heb bijvoorbeeld um, on, on, al sessies met klanten gehad, die zeggen van, ja, ik zit in de elfde densiteit, ik zit in de twaalfde, dertiende of wat hoger. Maar dat klopt niet. Je kan als fysiek mens op dit punt in de evolutie. Niet hoger dan de negende densiteit, dus de 9D gaan. Dus, um, en de meeste mensen, eigenlijk zelfs niet tot 7D. Um, tenzij dat dat nodig is voor missie. Dus eigenlijk moet je ervan uitgaan, tenzij dat je een missie hebt, zoals ik bijvoorbeeld en nog andere lichtwerkers, die uh, wel die verbinding met die hogere energie nodig hebben om zo puur mogelijk nieuwe informatie te channelen. Um, en als dat niet zo is, dan het hoogste dat je fysiek gezien hier op dit moment, in dit punt, waar we nu staan, maart 2023, is het fysiek gezien niet mogelijk om een hogere energie te, te, uh, te, 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 te belichamen. Um, want je lichtlichaam moet afgestemd zijn op de aarde en op de astrologische matrix. En dan word je een tool om de energie van de aarde omhoog te tellen. En de langdurige vrede op aarde te brengen. Dus let op met wat je hoort en wees heel bewust over de verschillen over wat het gaat. Gaat het over verschillende energiefrequentie of gaat het effectief over een andere dimensie? In een andere video ga ik um, um, daar nog wat dieper op ingaan, omdat um hoe oh, heet hij ook alweer? Uh, Matthias, uh, dat is ook iemand die een heel open kanaal heeft en die ook heel veel uh, uh, informatie herinnert en ook nog bewust weet van vorige levens. Waarom? Omdat hij hier ook is met een grotere missie. Dus zijn kanaal is volledig open, zijn energie is veel hoger. En hij legt ook uit het verschil tussen de zeven D's, de zeven dimensies. Eigenlijk spreekt hij van negen dimensies. Dat zijn echt dimensies. En dat ga ik ook uitleggen, maar uh, ik ga het proberen uitleggen op een zodanige manier dat het eigenlijk voor iedereen zo goed als mogelijk uh, te begrijpen is. Maar dus wanneer je spreekt van ja, ik zit al in de zevende dimensie of de achtste of de negende, uh, of de elfste of twaalfste, dat klopt niet. Eén, het gaat dus over densiteiten, het gaat over frequentieniveaus, dat is één. En twee, het gaat... Uh, Um, voor de meeste mensen is de bedoeling dat ze tot de zevende densiteit gaan. Dus tot de zevende densiteit en dan daarna hoger. Um, daar, daar kan je natuurlijk ook verbinding mee maken. Je kan daar informatie uit, uit, uit ontchannelen en dat is wat ik ook doe. Maar je kunt niet hier zijn, want de aarde die blijft een 3D-wereld. En dat ga ik uitleggen in die andere reeks waar ik daarnet over gesproken heb. Waarom dat we hier in een 3D-wereld blijven leven? Um, we hebben die contrasten nodig om ervaringen op te doen. We hebben de dualiteit nodig om te manifesteren. En daarom is het zo moeilijk om dingen van de ziel en van de energie vanuit eenheid te gaan verwoorden, omdat, om het volledig echt ten diepste te voelen in je volledige lijf, dan heb je die, die eenheid en die samenhang en die verbinding volledig zuivere verbinding met de bron nodig. Maar tegelijkertijd, wanneer je volledig in die eenheid zet, is er geen afscheiding, is er geen uh, onderscheid meer, geen dualiteit meer, waardoor je ook de woorden er niet voor vindt om het op een heel duidelijke, eenvoudige manier uit te leggen. Daarom, dat is een van de grootste issues waar dat de meeste klanten, die mij, en niet alleen mijn klanten, maar eigenlijk iedereen, uh, het meeste tegenaan loopt, dat is die mindcrap, die mindfuck, die mind uh, die constant te boven komt, die constant probeert wat dingen uh, te gaan ver verklaren, die probeert constant. Die, eigenlijk, wat dat mijn klanten voortdurend doen, is vragen stellen. Vragen stellen, omdat ze het willen vanuit controle controle, vanuit de mind willen gaan begrijpen wat er met hen gebeurt. Maar het proces van je ziel, net zoals ik net gezegd heb, is niet altijd onder woorden te brengen. Dus tijdens de sessies, tijdens de trajecten die ik doe, dat proberen we dat op een zodanig goede mogelijke manier uit te leggen. Maar soms moet je gewoon ook zeggen van oké, okay, ik begreep het niet, maar ik laat het gewoon gebeuren. En dat is het punt waarop dat verschil is tussen een meestermanifestator en een leerlingmeestermanifestator. Dus je kan al die dingen gaan forceren en dat zal ook resultaten brengen. En je gaat daar ook dingen naar leren en je gaat vooruitgang brengen, maar je gaat ook tegelijkertijd heel veel schade teweeg brengen omdat niet alles bedoeld is om gevat en gecontroleerd te worden door het logische verstand en door die mind. Dus het is veel belangrijker om dan je gedachten neer te schrijven, om, om uh, het, het van je af te schrijven, om het uh, op te schrijven. Want daar ga je ook zien waar je jezelf nog in tegenhoudt. Heel veel van mijn klanten um, houden zich op ontzettend veel manieren nog tegen, gewoon. Over vanuit die, die, dat mechanisme dat ze nog hebben, dat het collectief heeft, om het vanuit die mannelijke energie een structuur, in de structuur te brengen. Om um, het onder woorden te kunnen brengen. Om het te kunnen uitleggen. Maar niet alles is uit te leggen en niet alles hoeft uitgelegd te worden. Niet alles hoeft zelfs begrepen te worden. Niet alles, van, niet alles hoeft je zelfs te weten waarom de reden er is. Gewoon weten van oké, okay, het is er, dus het heeft een reden. Waarom dat dit of dat of zus of zo gebeurt. Maar ik vertrouw dat enkele dingen voor mijn hoogste goed op mijn pad komen. En ook daar is het verschil. En daaraan kan ik heel goed zien waar iemand in zijn proces zit. Uh, hoe hoog dat ze in die densiteit zitten omdat hoe meer en hoe minder informatie ze nodig hebben, hoe hoger dat ze eigenlijk in energie zitten. Hoe raar, maar waar dat ook klinkt. Dus als clue of als boodschap voor vandaag, alsjeblieft, zet u niet vast door theorieën die meegedeeld worden door spirituele leraren of die door zogezegde channels gedeeld worden. Eerst en vooral, niet alle channels zijn zuiver. Daarvoor moeten ze eigenlijk vanuit een hele hoge energie informatie kunnen ontvangen. En wanneer dat zij dat niet als missie hebben, dan zijn ze niet in staat om die informatie te channelen. Ik heb dat waarschijnlijk al in andere video's ook nog gezegd, en zeker zie al in individuele sessies. Wanneer je geen aanknopingspunt hebt, een referentiekader je nu hebt, dan kan je geen informatie channelen. Zo is ook mensen die geen tweelingvlammen zijn, of die dat niet hebben als missie om tweelingvlammen te helpen of te ondersteunen. Dan kunnen ze je nooit, nooit, maar echt ook nooit juiste informatie geven. Ze kunnen je nooit op het juiste pad en het juiste advies geven. Daarom is werken met de vlammen, universele vlammen ook zo krachtig. Want dat is zuivere energie die net trilt qua frequentie. Behalve de diamantenvlam, dat is de energie, van de van de energie dus de frequentie van de bron. Um, al de rest is te veel afgezwakt. Is te veel, uh, 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 veel beïnvloed. Uh, heeft te veel een socie gekregen van andere kijkpunten, visies, meningen, wat dan ook. Dus daarom is ook altijd het advies bij mij: ga naar binnen. Luister naar je eigen radar, leer je emoties en je gedachten op een goede manier te gaan gebruiken. En dat gaat ervoor zorgen dat je die manifestator wordt. Dat je ongeacht welke shit en chaos dat er gebeurt in jouw wereld, ga je altijd in staat zijn om die rust te behouden, want je bent in die verbinding met je bron. Je geluk wordt niet, uh, is niet meer langer afhankelijk van of dat iemand een bepaald persoon er is, je twee leven lang bijvoorbeeld of niet, is er niet afhankelijk van hoeveel dat er op je rekening staat, nee. Je bent afgeleend en daar gaat het over. Dus alsjeblieft um, wees heel bewust van wat hij denkt, van hoe hij denkt over de situatie. Loop je ergens tegenaan, weet je niet goed waarom je iets nog niet manifesteert hebt, vraag, stel jezelf de vraag: hoe denk ik over deze situatie en wat denk ik dat er allemaal mogelijk is? En dan trek dat helemaal open, trek je mind open. Net zoals je naar de fitness zou gaan, dan eh, moet je ook die spieren <laughs> trainen. Dus um, Train jouw hersenen, train jouw geest um, om het zo open mogelijk te houden. Want die mind crap, die... ik heb nog geen Nederlands woord gevonden daarvoor. Maar die mind um, is echt iets die zo hard doorheen alles in ons leven zit verstrengeld dat we het soms zelfs gewoon niet uh, bewust zijn op welke manier dat het ons nog tegenhoudt. En ook ik moet elke dag nog bewust in het leven staan. Uh, zeker wanneer het gaat over nieuwe situaties, dingen dat ik nog, in dit leven nog niet gedaan heb, uh, vraagt ook van mij om heel bewust daarmee om te gaan. Wat denk ik? Wat wil ik bereiken? Draagt dat bij tot dichter brengen bij, bij mijn verlangen of niet? Uh, en dat zijn hele belangrijke stappen. Nu wil je meer leren over hoe je manifesteert, dan uh, nodig ik jullie allemaal uit in de online training Manifesteren met alle elementen, waarin dat ik alle elementen rond de manifestatie uh, uitleg. Uh, ik geef ook een aantal tips rond alchemistische tools die door verschillende mensen gebruikt worden. Ik maak ook de verbinding met orakelkaarten, zodat je ook daar kan leren op welke manier dat, um, de tarot, eigenlijk niet orakekaart, maar de tarot jouw informatie kan brengen over waar er ergens nog je blokkades of jou, um, uh, jou, jou, uh, jezelf, jij jezelf saboteert. <coughs> um, en nog zoveel meer. Ook de formule rond manifesteren staat erin. Een formule dat ik in de loop van. Vorig jaar ergens uh, gechanneld heb terwijl ik aan het slapen was, kreeg ik die door. Um, dus ik probeer zoveel mogelijk informatie te verspreiden. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom dat ik uh, de één op één sessies aan het afbouwen ben, zodat ik meer tijd uh, vrij heb om te gaan schrijven aan mijn tweede boek natuurlijk. Um, aan iets wat uh, een project waar ik samenwerk met mijn tweelingblad rond financiële en de financiële wereld. Maar ook nog uh, dat ik gewoon van dienst kan zijn op een andere manier, dat, dat ik veel meer mensen kan gaan bereiken. Dan op de 1-op-1 sessies. En uitzonderlijk ga ik af en toe nog de agenda openzetten voor 1-op-1 trajecten. Maar waar ik vroeger misschien 12 mensen tegelijk aan begeleiden was, ga ik dat nu uh, helemaal terugbouwen. Zo, dat was het voor deze video. Heb je vragen uh, rond hetgeen ik gezegd heb? Of zijn er dingen waar je jezelf afvraagt, van, maar hoe zit dat in elkaar? Alsjeblieft, aarzel niet, deel ze in de comments. Dat helpt mij ook om waardevolle content naar buiten te brengen. Uh, helpt mijn kanaal groeien, um, maar helpt vooral. De mensen en de, de, de kijkers, jullie uh, vooruit. Dat is de bedoeling. Zo, so, dat was het in deze video. Uh, ik ben van plan om op maandag, woensdag en vrijdag elke week een video te uh, uploaden. Dus als je tips, ideeën, wat dan ook hebt, laat het gerust weten. Uh, wat wil ik nog verder zeggen? Als je abonneert op mijn kanaal en de video likes, dan helpt dat dan is eigenlijk jouw investering in mijn kanaal. In die zin dat het voor mij gemakkelijker is om met jullie energie te verbinden. En dan ga je merken dat ik plots video's en thema's maak voor dingen waar jij op dit moment mee bezig bent. En als je de comments bekijkt, dan ga je zien dat dat al meerdere gebeurd is. Uh, zo, dat was het voor deze video. Ik ga verder aan de slag met mijn readingen voor mijn klanten. En uh, misschien ontmoet ik jou binnenkort ook in een of andere reading of een traject of wat dan ook. Have fun! Love you all! Bye!